Voorbij de start, maar nog niet aan het einde van het begin. Zo sprak premier Rutte gisteravond op de persconferentie. En hij liet zich inspireren door de woorden van Winston Churchill in 1942. Churchill was toen de beschaving aan het redden. En hij wist dat het nog even ging duren. En natuurlijk is de situatie nu anders, maar ik kan me ergens wel voorstellen dat de premier aan hem dacht. Want net als toen tellen we dagelijks de doden. Achter ieder cijfer een hartverscheurend menselijk drama. Opa niet meer in zijn ogen kunnen kijken. Je moeder niet meer vast kunnen houden. En de ondraaglijke angst om alleen te moeten sterven. Voor een gestaag groeiend aantal Nederlanders is die nachtmerrie een niet te bevatten werkelijkheid geworden. En het is nu natuurlijk geen oorlog, maar net als toen staat de beschaving op het spel. En met name de kernwaarden waar die beschaving op leunt. Solidariteit. En het is uit solidariteit dat we ons als Nederlanders aan de strenge regels houden. Rekening houden met de artsen en verpleegkundigen die nu al worden overspoeld door mensen die voor hun leven vechten op de intensive care. Maar dan wil ik ook weten van het kabinet, kunnen we ervan op aan dat er genoeg IC-bedden zullen zijn? Voor iedereen. En als dat niet zo is, wat doen we dan? En dat is dan alleen nog het vangnet van die intensive cares. Wat kunnen we doen om dat vangnet te ontlasten? Duitsland test veel meer dan Nederland, zo voorkomen ze daar doden. En we koersen inmiddels op 29.000 testen per dag en dat is een stap in de goede richting. Maar ik vraag aan de minister, is het genoeg? Willen we niet nog veel meer testen? En als dat kan, kiezen we dan voor het soort beleid waar Zuid-Korea zo succesvol mee is, namelijk iedereen massaal testen. Voorzitter, het is uit solidariteit dat Nederlanders, terwijl de economie op zijn gat ligt, boeken, bloemen en broodjes blijven kopen bij de lokale ondernemer om de hoek. Dat we de muziekles en de sportabonnementen doorbetalen, geen geld terugvragen voor afgelaste optredens en concerten. Maar als Nederlanders dit doen en kunnen, kan het kabinet dan ook garanderen dat geen enkele ondernemer, zelfstandige of kunstenaar louter door deze crisis omvalt. Want is de bescherming van alles dat het leven mooi en dierbaar maakt, niet de kern van wat beschaving is? Voorzitter, het is ook uit solidariteit dat ziekenhuizen, provincies en landen elkaar helpen. Groningen helpt Brabant, Frankrijk helpt Italië en Duitsland helpt Nederland. Waar de een het niet aan kan, neemt de ander het over. En die solidariteit moet Nederland ook laten zien in Europa. Nu de doodskisten door de straten worden gereden, moeten we onze vrienden helpen. Onverkort en onvoorwaardelijk. En dit kabinet is bij monden van de minister van Financiën verkeerd begonnen. En herstel is nodig. Anders komt het idee van Europa in gevaar. Herstel vergt nederigheid. En ik wil de minister daarom complimenteren dat hij gisteren voor de camera's voorzichtig een been heeft bijgetrokken. Zijn erkenning van het gebrek aan empathie kan nu het begin zijn van een inhoudelijke kentering. En ik vraag de minister-president, hoe ziet die kentering eruit? Tot slot, voorzitter. Als je niet goed op zou letten, zou je zeggen dat deze crisis mensen op het nationale en op het eigene heeft gericht. Maar als je wat dieper graaft, zie je eigenlijk het tegenovergestelde. Basale menselijke waarden die overal centraal staan. Empathie, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, maar bovenal solidariteit. We zullen het nog lang nodig hebben, want we zijn wellicht voorbij de start, maar nog niet aan het einde van het begin. Dank u wel.